Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Ik ga eindelijk aan de slag met mijn camping, zoals ik al beloofd heb in een eerdere video. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan. En ook ga ik jullie laten zien hoe ik dit busje heb gemaakt. Het is een heel bijzonder busje voor mij, want het is namelijk van mijn favoriete film. En als jullie weten welke film het is, laat het dan achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd of het duidelijk is, ja of nee. Maar we zullen zien. Het leek me misschien wel een goed idee om dit een keer te laten zien in een video. Hoe ik zo'n design maak, hoe ik dat aanpak. En ik ga daar wat dingen over vertellen terwijl ik het ook ondertussen aan het doen ben. Ja, ik begin meestal met eerst een soort van basic indeling van wat waar moet komen. En een beetje iets van de kleur of de vorm of de belangrijkste dingen. En dan bouw ik dat vanuit daar op. Ik heb bijvoorbeeld hier een lichtere en een donkerdere variant van de kleur genomen die mijn basis was, als een soort van highlight en schaduw kleuren. En dan gebruik ik ook die kleuren weer als een soort van startpositie voor het aanmaken van een nieuwe kleur. Dus dan zoek ik eerst de kleur op die ik al eerder had gemaakt en dan maak ik hem een klein beetje donkerder of een klein beetje lichter. Hier ben ik ook gewoon eerst begonnen met een beetje de basisdingen. Dus gewoon kijken of deze kleuren een beetje ja, passen bij wat ik voor ogen had. En dan maak ik me nog niet zo heel erg druk omdat het nog niet perfect is. En ik sla het tijdens het maken super vaak op gewoon om te zien hoe het eruit ziet. Ik heb het nu ook eventjes opgeslagen en dan plaats ik het om te kijken hoe het eruit ziet als het in het spel staat. Want soms valt het ineens veel lichter uit of op een andere manier. En dan ga ik daarna gewoon weer verder met het bewerken ervan. Bijna altijd kom ik er meteen achter dat ik te weinig contrast heb. Dat ik donkerdere kleuren moet gebruiken omdat het meestal een beetje flatser wordt in het spel dan dat je op je schermpje ziet. Dus nou ja, dan probeer ik gewoon maar wat uit en dan ga ik daarna een beetje kijken of ik wat meer kleurverschil kan gebruiken. In dit geval moet het een beetje een soort van ja, verroest oud busje worden. Dus ik ben een beetje een soort van lijntjes aan het maken die dan suggereren alsof nou ja, er kleurverschil is door water wat naar beneden is gelopen of zo. Ik weet niet of dit logisch klinkt, maar ik weet ook niet of het mooi is, maar we zien wel. Ik heb nu nog een keer gekeken hoe het staat in het spel en dan ga ik nog meer wat donkerdere kleuren aanbrengen op de plekken dat het nodig is en daardoor nog ietsjes meer diepgang en een beetje ook diepte creëren. En ik wil hier een raampje van maken, dus ik ga gewoon proberen hoe het eruit ziet als ik dit een beetje donker maak. Want het ziet er natuurlijk niet, het is niet doorzichtig en er zit een rondje in en ik ben er nog niet helemaal over uit of het vierkant en dan het rondje erin of het nou erg is, ja of nee. Ik wil het uiteindelijk zo voor een kraampje zetten, maar niet dit kraampje, want ik wil gewoon een wit dak, zeg maar. Maar ik wil voor nu gewoon even zien wat je dan precies ziet door het raampje heen en of dat er raar uitziet, ja of nee. Ik denk eigenlijk dat het wel oké is, dat het wel duidelijk is dat het een raampje is. Ook al zit er dan zo'n raar rondje in. Het is niet anders. We hebben niet een echt iets wat beter is in het spel. Dus ik hou het gewoon hierbij. Ik ben nu wat details aan het toevoegen om de basis van het busje een beetje af te maken. En dan kopieer ik eigenlijk dit ontwerp een aantal keer en dan maak ik hem iedere keer een klein beetje anders, zodat het niet ja, vier keer hetzelfde ontwerp wordt. Dat vind ik een beetje saai. En als ik alle dingen een beetje anders maak, dan wordt het ook een beetje unieker. En ik vind het heel erg leuk dat we nu zoveel ruimte hebben om allemaal dit soort designs te maken. Dat het ook mogelijk is om gewoon vier verschillende te kunnen maken. Zonder dat dat erg is en dat je dan in de stress raakt omdat je designs opraken ofzo. Dit wordt de voorkant van het busje, dus die loopt een beetje rond af. En ik wilde een beetje de suggestie werken dat het een beetje rond was. Door die schaduw ook in dat hoekje en zo. Overigens kijk ik bij het maken van dit soort designs eigenlijk vooral naar het voorbeeldje links onderin. Omdat je daar gewoon ziet hoe het eruit komt te zien. En dat is meestal een beetje anders dan het schermpje waarin je aan het werken bent. Dus soms dan kijk ik helemaal niet naar wat mijn cursor eigenlijk aan het doen is. Maar meer van hoe komt het eruit te zien in dat schermpje links onderin. Dit wordt de achterkant. Dus ik heb hier
rond stuk geplaatst waar dan het wiel komt. Sommige mensen die doen zo'n autoband item voor dit ding. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo mooi. Omdat die, het ziet er helemaal niet zo heel erg realistisch uit. Alsof het bij het busje hoort of zo. Dus ik doe dat zelf liever niet. Maar goed, iedereen zijn eigen ding natuurlijk. Ik liep er een beetje tegenaan dat dit busje echt een motorkap heeft. Het is niet zo'n busje dat gewoon aan de voorkant best wel plat is. Maar er steekt nog echt zo'n stuk uit. Maar dat kan ik natuurlijk niet doen. Omdat die panelen... Je kunt niet een half paneel maken. Dus ik keek even of het kon om gewoon alleen een boom neer te zetten. En dat die dan zou verhullen dat er nog niet een extra deel was of zo. Maar ik besloot toch echt een voorkant van het busje te gaan maken. Dus ik heb zo'nzelfde wiel gemaakt als aan de achterkant. En ik dacht, wat gebeurt er als ik de bovenkant gewoon groen maak? Alsof als ik een beetje het zo onopvallend mogelijk maak dat er niks is hierboven. Dus ik had het gewoon even uitgeprobeerd om te kijken. En ik ben best wel tevreden. Ook al zie je nu nog een heel groot groen blok, zeg maar. Toch ben ik best wel tevreden met hoe dit eruit zou kunnen komen te zien. Ik vind dat extra wiel wel echt een toegevoegde waarde. Dus ik ga dit beter uitwerken en dan denk ik dat het heel erg mooi wordt. Dus ik heb wat details toegevoegd om het realistischer te maken, dit deel. En daarna heb ik een beetje twee verschillende kleuren groen door elkaar heen gemengd om een soort van boom suggestie te doen. Wat waarschijnlijk ietsjes beter uitpakt in de achtergrond. En zo ziet het er nu uit. Het is niet meer zo'n raar groen vlak. Je ziet het groene eigenlijk bijna niet eens meer. En het ziet er gewoon uit alsof het het busje daar verder loopt. Dus ik ben heel erg tevreden. Het ziet er echt uit zoals ik het wilde. Oké, tijd om het busje op de plek te zetten waar ik hem ook echt wilde hebben. En de rest van de camping een beetje te bouwen. Ik wilde eigenlijk eerst deze boom verplaatsen, maar deze afstand tot het busje is eigenlijk nog veel beter voor de boom. Dan zie je nog beter het wiel en het laatste stuk van het busje zonder dat je echt denkt van wow, dit klopt niet ofzo. En dus ik ben heel erg blij. Aangezien ik echt nog steeds niet de DIY van het kraampje heb, moet ik die later nog even maken en plaats ik nu gewoon alleen maar de panelen van de achterkant. En dan moeten de kraampjes er nog eventjes tussenin. Ik hoop dat ik heel snel die DIY krijg, want ik vind het echt een beetje vervelend dat ik nu steeds afhankelijk ben van of andere mensen misschien kraampjes voor me willen maken en zo. Maar goed, niks aan te doen. Ik wil hier links een helling bouwen, zodat ik hierboven ook nog een beetje een soort van kampeerplekje kan maken. Dat komt later wel als de helling er ook echt is. Ik wilde dit stukje verplaatsen en hier de tent neerzetten, of de kampeerplaats. Want daar links stond hij erg dicht bij die helling en ik vond het niet zo'n leuke plek eigenlijk. En dit hoekje vind ik eigenlijk veel gezelliger. En de tenten die hier stonden, die kunnen eigenlijk overal. Dus nou ja, dus ik heb ze even verplaatst zo. En dan maak ik een nieuw hoekje met deze tentjes op deze plaats. Want ik vind het ook, dit is een beetje een raar hoekje achter die bomen. En ik vind dat voor deze tenten niet zo heel erg. Want het is toch niet een belangrijk onderdeel van mijn eiland of zo. Het is gewoon voor decoratie. En dan komt er ook nog een soort van hoekje daar waar nu de kampeerplaats staat. Wat ik nu nog niet kan veranderen helaas. En dan boven op de klif nog meer. Dus het wordt een hele uitgebreide camping met allemaal leuke kleine hoekjes. En misschien maak ik nog wel een soort van busje. Niet hetzelfde busje als die er nu al is, maar iets wat erop lijkt misschien. Ook hier denk ik dat ik wel weer een aantal dingen nog toe ga voegen later als ik wat meer... DIY's heb of wat meer items kan bestellen en zo. Ik heb ook trouwens het maken van dit pad echt super lang uitgesteld. Omdat ik het echt niet leuk vind om dit te doen. Het is zoveel werk. Maar goed, het moet gedaan worden. Anders dan is er geen pad. En dan vind ik het altijd heel erg kaal. Het resultaat is ook altijd wel heel erg mooi. Dus dat scheelt wel. Maar goed, het is altijd een beetje een gedoetje. Al deze bomen moeten natuurlijk nog groeien. Maar ik denk dat het er heel erg mooi uitziet. Als ze eenmaal gegroeid zijn en als het een beetje er natuurlijk uitziet, daardoor een beetje voller ook. En dat je niet overal maar ziet dat het super dicht bij het strand is.
Het strand wil ik trouwens uiteindelijk ook nog wel wat meer gaan decoreren als een soort van campingplek. Dat er daar misschien een vuurtje is of een plek om te vissen of zoiets. Maar dat komt allemaal later wel. Het is een beetje een soort van stappenplan dit. En dit is niet het laatste stapje. Maar zo ziet het eruit tot nu toe. Ik vind dat het er heel erg mooi uitziet. Ik ben er echt heel erg blij mee. Met dit schattige plekje om te slapen op het strand ook. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien als alles er op de plek staat. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Als dat zo is, like hem dan en abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!